Daar vaart de United States Iwo Jima de haven van New York in. Een van de 6 marinevaartuigen die hier een week aanleggen. Hun veiligheid wordt scherp bewaakt. Het zijn de vlootdagen. Het publiek kan de schepen komen bekijken. En de bemanning dan? How you doing? Die heeft een paar dagen vrij. Welcome to New York. Welcome to New York, all the way from Kentucky. Is this your first time in the city? Yes. What is it like? Well, I just stepped off the ship. So far, it's crowded. A lot of people. What are you gonna do in New York? Get a big old slice of pizza. A big New York pizza, a big old hot dog. Terwijl de officieren nog moeten blijven voor overleg, gaan de matrozen snel de stad in, op zoek naar een kroeg. Voor de meeste mariniers en matrozen is het de eerste keer dat ze in een wereldstad zijn. Ze kijken hun ogen uit, dit hebben ze nog nooit gezien. En voor de New Yorkers is het ook altijd bijzonder als die mariniers en matrozen er weer zijn. Opeens is de stad vol met mensen in uniform. Deze dames bijvoorbeeld lijken erg geïnteresseerd in de matrozen. Maar de mannen zelf zeggen dat zij vooral op zoek zijn naar bezienswaardigheden of dat ze familie in de buurt opzoeken. Welcome to New York. Hey, how you doing? Have you been here before? This first time. Yeah, where are you from? South Carolina. So are you looking forward to being in New York? Not really, I just want to see my family. I got a lot of family up here, so I've never been here, it's my first time. 9 dagen lang veranderen sommige plekken langs de rivier in mini-kazernes. Er wordt een ceremonie gehouden op Ground Zero waar soldaten bijtekenen. En omgekomen soldaten worden in een andere ceremonie herdacht. Erik Mautaan, exclusief voor RTL Nieuws.nl, New York.